Wat betekent vrijheid voor mij? Wanneer stond jouw vrijheid op het spel? Welke vrijheid zou moeten worden afgeschaft en waarom? Wanneer voel je je echt vrij? Hartelijk welkom allemaal. Ik geef heel graag met heel erg veel plezier het woord aan Ingrid van Engelshoven. Een warm applaus voor. Wie van jullie kent het verhaal van Carrie Oerijg? Er werd van alles verboden voor haar. Hele, alledaagse dingen. En op een gegeven moment mocht ze niet eens meer naar haar eigen school. Maar de geschiedenis herhaalt zich nooit precies op diezelfde manier. En dat is ook precies de reden dat ik vandaag hier bij jullie ben. Om te bespreken wat we met z'n allen kunnen doen. Om te voorkomen dat die vrijheid in hele kleine stukjes verdwijnt. Ik ben zelf homoseksueel en ik ben eigenlijk op vrij korte termijn best wel bang dat ik straks niet meer mezelf kan zijn. Dat heeft te maken met een beperking van onze vrijheid in verband met de studiefinanciering. Omdat dat... Hi, ik ben Romane van de Ven en ik had voor u de vraag: waar ligt de grens van veiligheid naar vrijheid? En de enige manier om op een goede manier met dat soort vooroordelen die we vaak onbewust hebben uit de wereld te helpen, is om het ter sprake te blijven brengen. Ik ben in de eerste plaats heel erg benieuwd wat jullie vonden van het gesprek met de minister. Ja, sommige dingen die krijg ik niet mee. En als ik dan bijvoorbeeld verhalen hoor die ik daar toen straks gehoord heb, denk ik, dan schrik me soms wel, ja, mij dan toch wel ja, een eye-opener geven, zeg maar. Ik kreeg ook wel het idee dat ik in ieder geval in de kwesties die mij direct aangaan, dat ik daar in gehoord werd. Wanneer voelen jullie je echt vrij? Ik hoef mezelf niet anders voor te doen als dat ik zelf ben. En ik voel me heel vrij als ik mijn mening gewoon ook kan geven. Wanneer ik niet meer mijn best moet doen om ergens bij te horen. Ik voel me gewoon vrij als ik gewoon mijn best zoals iedereen kan doen en gewoon wordt geaccepteerd. Snap je?